Dan gaan we naar de heer Bosma inderdaad, van de PVV. Voorzitter, dank u wel. Iedereen en zijn moeder is verontwaardigd omdat Ongehoord Nederland een woord heeft gebruikt waar heel veel mensen van beginnen te gillen. Gevraagd naar een reactie zei de staatssecretaris van Media, ik ga niet over de inhoud. Maar toen kwam de minister van hetzelfde departement en die zei dat hij er verontwaardigd over was. Dat is raar, dat roept de vraag op wie er nu eigenlijk over gaat, de minister of de staatssecretaris. Maar er gebeurde nog iets geks. De minister deed een heel brand nawijntje, want hij zei dat hij als minister er geen mening over had, maar als burger had hij er dan wel weer een mening over. Ja, dat kan natuurlijk totaal niet. Dat is staatsrechtelijk een bizarre figuur. Dit populisme moeten we hier bespreken. We moeten pal staan voor de staatsrechtelijke zuiverheid. Dus de figuur dat een minister een mening heeft als minister en een mening als burger, dat kan natuurlijk totaal niet. En daar wil ik heel graag een debat over. Ja, voorzitter, als de heer Bosma en de heer en de PVV wil uitleggen waarom zij deze extreemrechtse omvolkingstheorie aanhangen, van harte welkom, maar niet in dit debat. Geen steun. Mevrouw van der Plas, BBB. Sorry, ja, dat vind ik ook echt een bizarre opmerking. Dat mag wat mij betreft wel door de voorzitter op worden ingegrepen. Dat is echt heel erg dit. Extreemrechts is een natievergelijking. Het is ook niet nodig inderdaad om mijn regelingen debat met elkaar te voeren. Dus ik wil ook aan de collega's vragen om daar... Nee. Het is een natievergelijking. Ja. Het is een natievergelijking. Mevrouw van der Plas, BBB, wilde daar volgens mij net ook wat over zeggen. Ja, ik heb het gezegd. Ik sta paf wat hier zojuist gebeurt. Ik vind het echt heel erg wat hier gebeurt. Ja. Maar ik steun de heer Bosma voor dit debat. De heer Van der Lee, GroenLinks. Wat hier net gebeurt bewijst dat het geen zin heeft om hier een plenair debat over te voeren. Dus laten we onze tijd gebruiken voor nuttige dingen, voor wetsvoorstellen, in plaats van polariseren. De heer Van der Molen, CDA. Ja, voorzitter, laten we elkaar een beetje heel houden, zeker bij regeling van werkzaamheden. Maar namens het CDA geen steun voor het voorstel van de heer Bosma. Steun, maar ik vind het toch eigenlijk ook wel heel raar wat er gebeurt. Want het lijkt toch sprake te zijn van partijdigheid. Het is toch een partijgenoot. Ja. En u grijpt in bij het minste of geringste als het woord kartel wordt gebruikt. Iets wat al 5 jaar hier wordt gebruikt. Nu wordt iemand uitgemaakt voor halve natie. Dat is een oorlogsvergelijking. Dat is verboden hier in de Tweede Kamer. En dat staat u dan toe. En dat vind ik toch erg merkwaardig. Ik heb de collega erop aangesproken om geen debat te voeren. Dit is een regeling en om politieke uitspraken achterlegen te laten. Het is geen debat, het is een punt van orde. Ja, en u steunt in ieder geval het debat. Ik steun het debat, maar ik verzoek ook dat u kijkt naar deze uitspraak om te kijken of dat in lijn is met de gestelde taboes die hier thuis horen in dit huis. En als u één moment heeft, schors ik heel even voor een enkel moment deze vergadering even. Ik ga openen de vergadering. Ik heb even uitgezocht wat er precies werd gezegd. En ik... Deel de verontwaardiging van de collega's. Dit soort dingen moeten we hier gewoon niet zeggen. Dus ik wil ook de heer Sjoerdsma aanspreken om dit soort woorden niet in de mond te nemen tijdens een regeling van werkzaamheden. Dit is niet de manier waarop we dat moeten doen. Ik wil er ook geen discussie over. Ik spreek iedereen op dezelfde manier aan. Ik heb even uitgezocht wat er precies werd gezegd. En dit is niet de manier zoals we dat hier doen. Dan wil ik de heer Bosma danken. Altijd fijn om hier te zijn. Altijd fijn om hier te zijn. Dan gaan we naar de heer... Kom nog een keer terug, zou ik zeggen.